Op 20 februari laten de Berend zich goed zien en horen. Zeker in de slotrotatie toen er nog een flinke tik werd uitgedeeld. Waardoor er op het laagste punt is gesloten vandaag. En dan heb ik het over 6.22.12. De swing telde meteen naar een min 1 stand. Dat was gedurende de dag al het geval. En zoals gezegd een zwarte candle als eindresultaat. Een beetje een Mariboso-achtig patroon. Oftewel een zwarte lichaam, zwart lichaam zonder sprietjes erboven of eronder. Dat is al met al een flinke berentik, een berisch signaal dat de correctiefase, waar we het al eerder over gehad hebben, wat kracht wordt bijgezet. Het was een nerveus beeld, daar komt eigenlijk geen verandering in. Zij het dat de berendruk, zoals gezegd, wel toeneemt en dat de weg openstaat naar de FIBO-grid en die komt in de markt op 616 tot 610. Bodemen rond 616 tot 615. Dat zou een prachtig moment zijn om de terugkeer van de bulls aan te kondigen. Want dan gaat ook het motto gelden, oude weerstand wordt nieuwe steun. En dat betekent dat we nog ruim boven de gemiddelde lijn, die nu op 609 en een klein beetje in het veld ligt, een hogere bodem gaan zien. Dat is iets van latere zorg. Voor nu gaat het erom dat de eerder ingenomen of eerder afgesloten koopposities, want de correctie werd al eerder ingezet, dat we dat nog eventjes volhouden. Misschien super offensief voor degene die dat per se wil, een wat short-achtige situatie. Maar de trendbeleggers die zien de correctie en wachten rustig af wat er gaat gebeuren. Aan de zijlijn wachten op de terugkeer van de bulls, mits natuurlijk de FIBO-grid en zeker ook de SMA-lijn onaangeroerd blijven. Een beetje berendruk mag, maar niet te veel. De DAX heeft het wat dat betreft ietsje beter gedaan, zei het dat daar ook, net als bij de AEX, ook een zwarte candle wordt geplaatst en de swingteller ook naar een minstand schiet. En dat betekent dat de rode streep op 13.795, dat die onaangeroerd blijft en dat ook de DAX-bullen klaar zijn, vermoeidheid tonen en klaar zijn voor een pauze en een stap terug naar misschien wel 13.365, terug naar de SMA-lijn om daar dan te gaan bodemen. Kortom, beer aan zet. Als zijnde een correctiebeweging, een felle correctie. We gaan kijken of ze morgen daar wat meer zwart aan kunnen toevoegen.